Gimmicus. Met which leads 3-2. Ja, daar krijgt mijn hand wel trek in. Eerlijk is eerlijk, de mensen die dit hier nog live volgen, die verdienen toch een groot compliment, want dat zijn de echte tennisliefhebbers die gewoon hier de hele dag willen genieten. En dat is toch ook wel mooi om te zien hoeveel mensen er zijn die hier nog rondlopen, die hier nog zitten op de tribunes. Er zijn natuurlijk tal van andere mogelijkheden op een vrijdagavond rond een uur of 8:30. Maar ja, als je hier gaat zitten en dit wil volgen, dan mag je met recht jezelf een echte tennisliefhebber noemen. Ja, wild uitgeslagen door Petkovic. 30 gelijk. Is misschien wel de kans voor Flipkens. Ja. Dus. Dat was er van balen.
Advantage Petkovic. Nou, heb ik het. Petkovic durft ook nog risico te nemen naar het net te gaan. Blijft haar spel spelen. Let's first level. Petkovic behoudt een break voorsprong. Komt op 4-2 nu. Petkovic leads 4 games to 2. Schrijft regelmatig een soort van dagboek Petkovic in de Frankfurter Allgemeine. De editie van morgen gaat ze niet meer halen, want die aanlevertijd is verstreken onderhand. De eigen service game behouden, dat lukt Flipkens nog wel. Maar ze zal er een keer doorheen moeten bij Petkovic. Wil ze die zo felbegeerde en gewenste finale, die droomfinale tegen Justine Henin spelen. Als je klein denkt, vind je inspiratie om grote problemen op te lossen. Dat is de plus van de ja, geloof het of niet, er zijn hier nog mensen met een zonnebril op. Maar ja, die slapen er ook mee waarschijnlijk. De mannen van de bewaking. En Kirsten Flipkens natuurlijk. Die gaat zo weer omlaag, die bril. Time. Thank you.
30-0. Ja, die bal was uit van Flipkens. Ook hier zie je toch wel een beetje dat de scherpte weg is bij Flipkens. Heeft die bal wel. En dan is het eigenlijk niet zo heel moeilijk om dan punten te maken. Dat lukt er niet. Was maar net uit. Op de lijn van Petkovic, nu kort achter het net. Was niet kort genoeg, maar opnieuw Flipkens slordig eigenlijk hoor. En voor de derde keer vandaag Petkovic op een 5-3 voorsprong. In de eerste set en in de tweede set gaf ze die 5-3 voorsprong nog weg. Leidde dat tot een tiebreak. Hoe denkt ze dat nu op te gaan lossen? En Anne de Vries praat nog even met Kirsten Flipkens. Twee uur en 25 minuten staat er op het scorebord bij de lengte van de partij tot nu toe. Ik heb die gegevens niet bij de hand, maar dit zou best wel eens de langste partij in het vrouwentennis in de geschiedenis van dit toernooi kunnen zijn. En deze bal is uit. Daar past niet eens een haartje tussen. Oh, wat een winnaar zeg. Wat een mooie bal van Petkovic. 15-0. Hier blijf je voor zitten, voor dit soort ballen.